En het ministerie van Sociale is begonnen met het afleggen van huis-aan-huis bezoeken voor het overhandigen van de COVID-pakketten. Dit zegt minister Urakuit Ramsaran. Hij was afgelopen woensdag te gast in het actualiteitenprogramma In Gesprek Met. Het ministerie is tot dit besluit gekomen omdat zij wil nagaan als de geregistreerden voor een COVID-pakket daadwerkelijk aan de voorwaarden voldoen. Echter is dit besluit ook genomen om te voorkomen dat er chaotische situaties ontstaan bij de plekken waar pakketten in het verleden werden afgegeven. Wordt er dan precies nagegaan als mensen daadwerkelijk die pakketten nodig hebben? Oké, dat is heel mooi gezegd. Van mijn kant wil ik het niet zo benadrukken, maar het is goed dat u het zelf benadrukt. Dat is de reden waarom we huis aan huis gaan. Dat is de reden waarom de vertegenwoordigers, of althans de werkarmen van ons, richting de mensen thuis gaan. Dat is de reden waarom zij een woon- en leefsituatie van u, dan, het is eigenlijk een huisonderzoek, dus het leef- en woonsituatie van u ook zullen checken. Dus vandaar dat ik ook een paar keer heb gevraagd aan het volk van luister, houdt u rekening mee? Deelt u de informatie met ons? Weest u eerlijk ook met de informatie, zodat wij aan de hand daarvan uw medemens, ons medemens, dan kunnen helpen om dan in zo'n situatie, benarde situatie waarin we zitten, gekozen of niet gekozen, in de zin van dat wij al in een crisissituatie zitten en dan nu ook nog COVID erbij hebben, dat we ervoor zorgen dat we sterk staan voor elkaar. Dus ja, voor wat betreft dan de huisbezoekjes, om het zo te noemen, het wordt huis aan huis gedaan, er is een reden daarvoor en u heeft het net aangehaald, u heeft het een beetje mooi en kleurig een beetje uitgedrukt, maar ja, dat is een van de redenen waarom het huis aan huis geschiet, zodat wij de leef- en woonsituatie ook meteen kunnen screenen. Gezien de unificatie van de Surinaamse dollar wordt nu voor gezorgd dat er een sterk sociaal vangnet aanwezig is, benadrukte de bewindsman. Hij zegt verder dat deze maatregel niet alleen voor nu aanwezig moet zijn, maar dat het een duurzaam sociaal vangnet moet worden. Dat is zo. Vandaar dat ik zeg dat we richting een meerjarenprogramma willen gaan. Een meerjarenprogramma waarbij we dan kijken dat de pakketten bij deze eerst worden verstrekt aan het volk zonder een vergoeding te vragen. Maar dat we daarna willen gaan richting categorisering. Want net als wat ik zei, de meeste dingen, we zitten in een proces. En dat we willen kijken, oké, wat kunnen we doen? Want de bedoeling is niet om te blijven bij pakketten uitdelen. Maar dat we richting gaan een meerjarenprogramma, of het nou cash transfer zullen worden, of het nou waardebonnen zullen worden. Dus daar zijn we allemaal bezig uit te werken, want langzamerhand willen we wel gaan richting een duurzame ontwikkeling. En natuurlijk, armoedebestrijding is dan belangrijk. Het speelt een grote rol daarin dat we dan richting duurzame ontwikkeling willen gaan. Ik herhaal de naam COVID-pakketten. Het is momenteel zo dat wij dat zo snel als mogelijk moesten geven als injectie aan het volk. Die eigenlijk richting hongersnood of noem maar op andere problemen hebben. Dat wij zo snel als mogelijk dan ons helpende hand daarin geven om een injectie te geven in de zin van COVID-voedingspakketten. Zodat zij dan zo snel als mogelijk, zo acuut mogelijk, dan verholpen worden. Maar de bedoeling is dat wij richting een meerjaren, of althans een duurzame sociaal vangnet moeten gaan. Minister Urakuit Ramsaran van Sosafo. Hij was de gast in het ATV-actualiteitenprogramma In Gesprek Met. Het ministerie legt huis aan huis bezoeken af voor het afgeven van de COVID-pakketten.